Hoi tweelingen, welkom bij je reading voor februari 2023. Ik ga een elementen reading voor je doen en we gaan kijken wat daar uitkomt. Ik hoop trouwens dat je een fijne januari hebt gehad, dat het goed met je gaat, dat misschien je goede voornemens nog steeds staan. Tweelingen kennende kunnen ze goede voornemens wel eens veranderen naar betere voornemens. sorry hoor. Maar nee, ja, grapje. Maar zo zijn jullie wel. Jullie gaan van goede voornemens betere voornemens maken. Maar ik denk dat je misschien deze maand wel in je element gaat zijn. Want het is de maand van Waterman. En ja, die energie die stroomt toch door ons heen. En ja, ik denk dat jij daar gebruik van kunt maken. Omdat het ook jouw element is. Want je bent van het element lucht. Dus misschien kun je er gebruik van maken. In ieder geval, ik ga een elementen reading voor je doen. Neem mee wat op jou van toepassing is en de rest mag je achterwege laten. De eerste kaart die je hebt is van Spellcasting, Oracle Cards en je hebt Compassion, compassie. Jezelf kunnen verplaatsen in een ander, begrip tonen voor een ander. Zonder jezelf tekort te doen, mag ik wel, hè, toevoegen. Maar ook dingen die belangrijk voor je zijn. Dingen waar je om geeft. Het omarmen. Mooi. Vind ik een mooi begin. We gaan naar Noord. Voor het element aarde. Het element aarde gaat over bijvoorbeeld werk of geld. Maar het gaat ook over familie, over thuis. Over fysieke gezondheid. En daar heb je de kluizenaar. De kluizenaar is het kijken in jezelf, het licht vinden in jezelf, helderheid vinden in jezelf. En dat doe je op het element aarde, op het gebied van het fysieke leven. Kijk je naar jezelf, kijk je naar wat je kracht is, waar je vrijheid ligt, waar je kennis ligt, waar je sterk bent. Mooi. In het zuiden van het element vuur. Dit gaat over je dromen, je wensen, maar het gaat ook over creativiteit. Je karakter, het uiten van hetgene wat in je zit. En je hebt daar je eigen koning. Koning van lucht. Tweelingen zijn van het element lucht en dit is je eigen koning. Wat wil zeggen op het gebied van vuur, van jezelf uitdrukken, laten zien wie je bent, sta je sterk. Dus op het element aarde kijk je naar jezelf, maar in het gebied van vuur ben je jezelf. Wauw. Gooi het er maar in. Potverdikke. Oké. Okay. we gaan naar het westen. Water, emoties, gevoelens. Sociale contacten. Dingen die belangrijk voor je zijn. Mensen die belangrijk voor je zijn. Acht van water. De bereidheid hebben om iets wat goed is achter te laten voor iets beters. Je hebt 8 bekers en je bent bereid ze achter te laten. Omdat je weet dat er iets beters op je wacht. Misschien wel aan de andere kant van de wereld. Ik bedoel, deze persoon kijkt uit op een schip. Maar misschien ook wel op het gebied van een nieuwe baan. Of misschien ga je verhuizen. Of misschien gaat het over nieuwe vriendschappen, wat het ook is. Op het gebied van water, het gebied van je emoties, ben je bereid om het oude achter te laten voor het betere. En dat zei ik al. Ik zei het. Jullie maken van goede voornemens betere voornemens. Mm. En dan als laatste heb je in lucht in het oosten, dat is jouw element, heb je de 5 van aarde. Lucht gaat over kennis, het gaat over intelligentie, over ervaring, begrip en ontwikkeling, mentale ontwikkeling voornamelijk. En dan heb je de 5 van aarde. De 5 van aarde is een kaart die zegt, je doet mee. En je bent gezegend, ook al voelt het niet altijd zo. Je bent gezegend. Je hoort erbij. Het universum geeft om je, de aarde geeft om je.
Wauw. Oeh. Dit gaat wel worden. De kluizenaar. Ik ga voor je kijken. In het element aarde, de kluizenaar. Jezelf ontdekken. Weten wie je bent. Kijken waar je krachten liggen. De keizerin. Dat is een loeisterke dame uit de tarot. Die even om de hoek komt zeilen. Voor de kluizenaar heb je de 4 van bekers. 10 van bekers. En de hierofant. De 4 van bekers is het moment waarop je eigenlijk denkt, wat heeft het eigenlijk allemaal voor zin? Waarvoor zou ik? Alleen precies op dat moment wordt er een nieuwe beker aangereikt. Je ziet het nog niet, maar hij is er wel. Misschien wanneer je in jezelf kijkt. En je ziet waar je krachten liggen. En je ziet waar jouw kennis en ervaring zit. En waar het je gebracht heeft. Ook de harde lessen in het leven. Dan zie je ook de nieuwe mogelijkheden. Misschien kom je er ook wel achter dat de kat naar de vissen zit te loeren. Dat weet ik niet. Maar de mogelijkheden uit het verleden doen er niet meer toe. Er zijn nieuwe mogelijkheden. Dit is het 10 van bekers. Dit is geluk. Het is geluk op emotioneel gebied. Het is compleetheid op emotioneel gebied. Het is een soort vervulling van liefde, van tevredenheid, van geluk, van hetgene hebben wat je wilt. Een soort compleetheid. En je hebt de hierofant. De hierofant is degene die zich toelegt. De hierofant kan nooit hierofant worden zonder zich volledig toe te leggen op zijn geloof. Of de dingen die hij doet. Maar dit is toewijding. Misschien omdat het op het gebied van de kluizenaar valt, dat je nieuwe mogelijkheden gaat zien. Dat je weet waar je geluk ligt en dat je die compleetheid voelt. En misschien wil je dat geluk wel bereiken en dat je er volledig op toelegt. Dat je zegt, ik laat me niet tegenhouden. Ik weet wat ik wil bereiken. Ik weet wat ik waard ben en ik weet wat ik kan en ik ga ervoor. Punt. En er is niemand die mij iets anders vertelt. IJzersterk begin. Echt ijzersterk. De koning van lucht. Jouw koning. In het element vuur. Jezelf uiten. Expressie. Dromen en wensen. Creativiteit. De wereld ontdekken. 5 van bekers. 5 van bekers komt weer terug. Het heeft geen zin om terug te blijven kijken naar het verleden. Ik denk ook niet dat je dat van plan bent. Met die 8 van water. Met je eigen koning. En dit ijzersterke begin van je reading. Maar de koning van lucht. De toren. De maan. En de magier. 3 grote arcana kaarten. In 1. Met een fucking koning. Oh, tweelingen blow me away gewoon. Weer zo'n ijzersterke combinatie. Oh crap, echt waar. Oké. De toren. Ik zeg je altijd. Of je blijft achter met een half afgefikte toren. Of je bouwt een nieuwe. En de keuze is aan jou. En dit gaat op het gebied van vuur. Het zijn die wensen. Het dromen. Het uitdrukken van jezelf. Het laten zien wie je daadwerkelijk bent. De toren. Een rigoureuze verandering. Maar het is een verandering. En misschien was dit wel een goede toren. Maar hetgene wat je gaat bouwen is een betere. Je hebt de maan. Dit is de bereidheid om het onbekende te volgen. Volgens mij hebben... Want Ram had hem. Volgens mij had Stier hem ook. En nu heb jij hem ook. De maan komt heel veel terug in mijn readings. Voor deze maand. Maar dit is de bereidheid hebben het onbekende te volgen.
En wanneer je het onbekende volgt en het spirituele volgt en hetgene wat niet direct zwart op wit geschreven is, maar wat vanaf het universum komt, dan weet je dat je veel meer bent dan alleen maar het fysieke. Dan weet je dat je veel groter bent, veel sterker bent. Je hebt nog een mentale kant, een gevoelsmatige kant, een spirituele kant. Je bent veel groter dan alleen het fysieke. En dat is waar de maan je toe uitdaagt. En dat gaat niet altijd even makkelijk zijn. En je zult heus wel hobbels en bobbels tegenkomen, maar je gaat erachter komen dat je meer bent dan dat. Dat je een goede toren bent, maar ergens buiten dit fysieke om ben je een veel sterkere, betere toren. En je hebt de magier. Jij bent degene die jouw leven creëert. Jij bent degene met het mes, het zwaard, het pentagram, de staf en de beker. Jij bent degene die het creëert. En alles wat je ervoor nodig hebt, is je mindset. En denk het niet alleen, voel het ook. Super vet. Dit is super vet. Ik hou hiervan. Je weet dat jij degene bent die het creëert. Jij bent degene die het doet. Jij bent degene die de nieuwe toren gaat bouwen. En je legt je er ook op toe met de hierofant in je element aarde. Voor de 8 van water heb ik de 6 van pentagrammen, de 4 van pentagrammen en de dwaas. De 6 van pentagrammen gaat over balans en eenheid. Deze vrouw schenkt aan hen beiden. Misschien schenkt ze kennis aan hem met die boeken. Misschien schenkt ze het aardse leven aan haar met dat mandje fruit. Maar ze schenkt omdat ze weet dat ze voldoende heeft. Het gaat over het vinden van de balans tussen geven en nemen. En hier heb je de 4 van pentagrammen. De 4 van pentagrammen wil zeggen, oké, sommige dingen moet je beschermen, maar zorg ervoor dat die bescherming niet je gevangenis wordt. Vooral in dit tarotdek, waar het op deze manier is afgebeeld. Je hebt namelijk deze kerel die hier zit, op die kist, die 4 pentagrammen aan het beschermen is. Hier heeft hij het slot op de deur. Hij zit helemaal ingesloten. En die kat herinnert hem eraan. Er is meer in het leven. Er is ook nog zoiets als vrijheid. Vind de balans tussen stabiliteit en vrijheid. Tussen hetgene wat je hebt en hetgene waar je van af wil. Er zijn dingen in het leven die niet voorbestemd zijn om voor eeuwig bij ons te blijven. En je weet het. En je voelt het. En dan komt je nieuwe avontuur. Wat ik net al zei bij Stier. Ik had want Stier had deze ook. Ik had een King of the World moment. Weet je wel, Leonardo DiCaprio op het punt van de Titanic. Ah, the King of the World. Dat gevoel had ik. Maar om die King of the World te zijn, moet je dingen loslaten. Geven en nemen. Weten wat je moet houden. Weten wat je los moet laten. Sommige dingen zijn belangrijk. Sommige dingen zijn gemaakt om te houden. En sommige dingen zijn gemaakt om achter je te laten. Als je voor je eigen geluk wilt gaan. Als je bereid bent een nieuwe avontuur aan te gaan. Naar je 10 van bekers die je hier hebt. Die magier. Die nieuwe toren opbouwen. Dan komen die voornemens in één keer weer in mijn hoofd. Misschien heeft hij hier een kist vol met goede voornemens zitten. Misschien. En hij blijft op die goede voornemens zitten. Hij blijft daarop zitten. Hij wil ze niet laten gaan. Dit zijn mijn goede voornemens. En ik blijf daarbij. Maar wat ik aan het begin al zeg. Jij bent altijd degene die van goede voornemens betere voornemens maakt. Maar daarvoor moet hij wel van die kist af en die deur uitlopen. En de wereld in.
Alright. Vijf van aarde. Op je eigen gebied. Het element lucht. In het oosten. Op het gebied van je gedachten. Kennis. Ervaring. Begrip. De kluizenaar komt weer terug. De tien van staven. En het oordeel. Weet jij wat je aan het doen bent? Zal ik je dat vertellen? Je bent je eigen weg aan het vinden. Je bent op weg naar je wedergeboorte. Je bent op weg naar iets wat jou roept. Dat is wat je aan het doen bent. De kluizenaar, in jezelf kijken. Wat ik al zeg, naar jezelf kijken. De kracht in jezelf vinden. Weten wat je waard bent. Weten wat je kunt bereiken. Je hebt de tien van staven. De tien van staven is het achter je laten van iets wat zwaar weegt. Ze is met één staf begonnen. Toen kreeg ze er 2, 3, 4, 5. En nu is ze er bij 10. 10 is het einde van de cyclus. Het is tijd om die staven achter je te laten. Om ze los te laten. Nu is het iemand anders zorg. In haar geval zijn het bezems. Ze heeft die 10 bezems gedragen. En nu is het tijd dat een ander het van haar overneemt. Zodat zij die staven kunnen gaan gebruiken. Dat zij die bezems kunnen gaan gebruiken om misschien hun verleden weg te vegen. Misschien hun huis schoon te maken en te zeggen, ik ga ook met een schone lei beginnen. Precies zoals deze persoon dat doet. En je hebt het oordeel. Het oordeel is een roeping. Het is de roeping in het normale Rider-Waite van de gestorven uit het graf. Maar dit is een wedergeboorte. Het is een roeping. En je bent aan het luisteren naar die roeping. Ik zie het in alle kaarten terugkomen. Je bent aan het luisteren naar die roeping. De dwaas. Luisteren naar die roeping. Acht van water. Luisteren naar die roeping. Je hebt de toren. Dat is je roeping. Je wordt geroepen om iets te gaan doen. Iets wat belangrijk voor je is. Iets waar je om geeft. Iets wat je verder gaat brengen. Je wordt geroepen. Als advies heb ik voor je de vijf van water. We hebben de boodschapper van aarde. En we hebben de maan. De vijf van water is hetgene wat tegen je zegt. Blijf niet kijken naar het verleden. Het verleden heeft je niks opgeleverd. Het verleden is misschien tegengevallen. Het verleden was misschien niet altijd wat je ervan gedacht had. Maar die dingen moet je achter je laten. Want als je aan die dingen blijft vasthouden, kun je nooit de toekomst omarmen. Kun je nooit hetgene omarmen wat belangrijk voor jou is en waar jij compassie voor hebt. Als je wanhopig aan iets blijft vasthouden. Ik pak even dit doosje kaarten. Als ik wanhopig hieraan vast blijf houden. Dan kun je me 100 decks aangeven. En ik kan ze niet vastpakken. Want ik heb dit vast. Dat is eigenlijk wat deze kaart zegt. Soms moet je dingen loslaten. Dat is ook wat die 4 van pentagrammen zegt die je hier hebt. Soms moet je dingen loslaten. Als het je niet meer dient, laat het dan gaan. De boodschappen van aarde, dit is iets nieuws op het gebied van aarde. Het is een nieuwe boodschap, het is nieuwe informatie, het zijn nieuwe ideeën. Het is een nieuwe leerweg. Iets wat je kant op komt, misschien is het wel die roeping. Maar het komt je kant op het gebied van aarde. En je hebt de maan. Soms moet je de bereidheid hebben het onbekende te volgen. Soms moet je gewoon de king of the world zijn. Nou is met Jack Dawson niet heel goed afgelopen. Maar hij ontmoette wel de liefde van zijn leven. Zijn leven eindigde met het mooiste avontuur wat hij ooit
ooit heeft gedaan, gemaakt. Ik bedoel, hell yeah. Maar hij had daar ook in die kroeg kunnen blijven zitten. En dan had hij het geen van allen meegemaakt. Dus wees bereid het onbekende te volgen. Ook al weet je niet wat er komt, ook al weet je niet wat je moet verwachten. En ik pak deze kaart omdat die zo ontzettend overeenkomt. Met die roeping, met die acht van water, de dwaas, met al die kaarten die ik net genoemd heb. Hij komt zo ontzettend overeen. Receptivity. Het ontvankelijk zijn voor, hoor die roeping. Luister naar die roeping. Luister daarna. Het gaat je verder brengen dan waar je ook geweest bent. Dat denk ik. Dat denk ik echt. Lieve tweelingen, ik wens je een hele fijne maand februari. Dank je wel voor het kijken. Ik ben er heel erg blij mee. En ik wens je nog heel veel mooie dingen voor het komende jaar. Luister naar je roeping. Go for it. En hell yeah, gewoon. Ga voor wat belangrijk voor jou is. Wees ontvankelijk. Luister. Luister naar je roeping. Echt waar. Dat is het belangrijkste wat ik kan zeggen. Dankjewel. Fijne maand februari. En ik hoop tot ziens. Doei.